Breda Nu. Je weet het meteen. Dames en heren, hier is uw gastheer Johan Spinhoven met Studio NAC. Ja, de laatste tijd heel veel ouwe hoer over het gras. Gewoon gras, kunstgras. Hij had gewoon destijds tegen Jan Smit, toen voorzitter van Heracles, moeten zeggen: er komt gewoon geen kunstgras, punt. Hoe zit het eigenlijk bij NAC in Breda? Nou, die maken er nou een kunst van om mooi gras te hebben. Dit is Studio NAC. Wanneer, waar ben je eigenlijk begonnen met voetballen? Ik ben begonnen met voetballen bij RSC Alliance in Roosendaal. Ben ik opgegroeid tot en met de D'tjes. Toen de tijd gescout door RBC Roosendaal. 4 jaar lang gespeeld tot ze failliet gingen. Teruggekeerd naar mijn oude amateurclub en vanuit daar in A1. In de onder 19 zeg maar naar NAC toegekomen. Ook als middenvelder? Als aanvallende middenvelder ja, heb ik een jaartje gespeeld in A1. Doorgestroomd naar het eerste al gelijk. Ja, natuurlijk mijn wedstrijden bij de belofte. Doorgestroomd naar het eerste en 1,5 jaar verhuurd geweest en teruggekeerd weer naar NAC. Wat jij begint er zelf over, vond ik een heel vreemd moment. 1,5 jaar, verhuurd in Helmond Sport, maar toch 9 goals. Ja, nee, klopt. Ik uiteindelijk een mooie periode achter de rug bij Helmond Sport, omdat ik toch vrijwel alles heb gespeeld. Ik ben wel geblesseerd geweest daar aan mijn knie. Maar daar leer je ook van. Ik heb daar vrijwel, ik ben daar de man geworden die ik nu ben, zeg maar. Want ik ben daar naartoe gegaan als jongetje, zonder ervaring, zonder helemaal niks in principe. En teruggekeerd naar NAC Breda met veel bagage. Had je niet liever naar een andere club gaan of naar het buitenland? Nee, kijk, Helmond Sport is natuurlijk gewoon een ploeg in de Jupiler League. En gewoon, ze stonden altijd voor me klaar. Ik speelde mijn wedstrijden en ik heb mezelf ontwikkeld daar. En dat is mooi. De club ontstond op 19 september 1912 na een fusie tussen Noad, opgericht op 14 juli. 1895 en Advendo opgericht op 1 november 1904. De samenvoeging van beide clubnamen leverde NAC, Noad Advendo combinatie op. Welkom mijn heren. Excuses dat ik op later kan. Het eerste bestuur van de club bestond uit voorzitter Lone, secretaris Wouterloot van Doesburg, penningmeester Krietemeijer en als commissielid de heer Creton. Om te proberen een nieuwe vereniging de tweede klasse Zuid op te richten. Noad is niet meer en Advendo is op sterven na dood. Mijn heren, het Bredaanse voetbal staat vanavond op het spel. De zaak is om van 2 bijna doodgaande verenigingen 1 sterke vereniging te maken. En daar willen we vanavond eens rustig met elkaar over praten. Maar rustig. Jongens, kunnen we wel over discussiëren, maar het moet gewoon de naam Noad worden. En meer is het niet. Laten we de vergadering rustig houden. Mag ik meneer Creton het woord geven? De naam Noad, mijn heren, is voor Advendo niet wenselijk. Oh. Het bondsbestuur zal eisen dat het de naam Noad wordt. Neem dat maar van mij aan. Niet acceptabel, meneer. Ja, het bondsbestuur zal ons zelfs dwingen. Noad heeft altijd nog een schuld van 25 gulden aan de Nederlandse voetbalbond, van 35 gulden aan de Brabantse voetbalbond. Dat is nota bene 60 gulden. Ja, dat is niet mis. Nou, luister eens, Van Wisselink. Het zijn inderdaad grote bedragen. Maar als de vergadering besluit om de schulden op haar rekening te nemen, komen we daar toch uit? Ja. Niet bondbestuur. Onder de naam Noad. Misschien onder een combinatie van Advendo en Noad. Meneer Kreton. Ja. Meneer Lonen. Van Bisselik. Meneer Van Bisselik. Meneer Van Bisselik, als ik even mag. Zeker wel. Als u een combinatie nastreeft van Noad en Advendo, waarom dan niet de Noad-Advendo combinatie? N.A.C. NAC. Noad-Advendo combinatie. Mijn heren, dat zou de oplossing kunnen zijn. Ja, dat klinkt goed, ja. Wil degene die voor zijn opstaan? Dan heet onze nieuwe vereniging Noad Advendo Combinatie NAC. Nou, dat weet ik ook. Nou, cheers boys. Ja, op de promotie hè, natuurlijk. De promotie, ja. Ja, zeker weten. Anderhalf uur aan de ja, mooi zeker tot de markt, maar toen was het wel iets beter weer in mei. Want filmpjes van links-rechts die gingen wel hard voorbij, hè? Ja. De zonnebolleke is ons dankbaar geweest. Ja, die is ons heel dankbaar, ja. Ik denk dat hij gerust een paar duizend euro bij heeft mogen schrijven met al die boekingen die hij er extra door heeft gehad. Die mag, dankzij ons mag hij een half jaar op wereldreis gaan, denk ik. Dat denk ik ook wel, het geld dat hij ons heeft verdiend. Ja. Ja, en het grappige is, ik zei het al even voordat we hier aankwamen. Ik zei al van ja, het is uiteindelijk toch die promotie geworden waar we eigenlijk stiekem al niet meer van uitgingen of hoopten. Dat was eigenlijk halverwege april of zo. Ik denk dat wij over een paar jaar praten over die promotie, wat geen promotie had mogen zijn. Ja. Dat jaar dat we eigenlijk niet hadden mogen promoveren, dat was eigenlijk schandalig. Ja, uiteindelijk je promoveert in de play-offs, vind ik. Op basis van het seizoen niet terecht, maar op basis van het toernooi wat je speelt, dan win je hem terecht uiteindelijk, denk ik. En vergeet natuurlijk de geweldige spits, hè? Cyriel Dessers niet. Zonder hem had het ook niet net, hoor. 8 doelpunten maakten we en hij maakte er 7, dat is eigenlijk ongekend, hoor. Ja, dat is heel bizar, hè? Ja. Ah, ik vind het mooi dat hij het lekker doet bij ja, ik had het toch stiekem dat ik het niet verwacht dat hij het goed zou gaan doen bij Utrecht. Maar toch doet hij het. En nu hij het goed doet, had ik het denk ik ineens van ja, waarom had ik het eigenlijk niet verwacht. Maar hij doet het daar wel. Ja, pakt goed op. Hij heeft toen ook 62. Ja, inderdaad. Ik heb eens teruggekeken naar de filmpjes van afgelopen seizoen en met name natuurlijk het afgelopen halve seizoen. En alle doelpunten die hij daar heeft gemaakt, nou, bijna allemaal, wordt hij altijd bediend, wordt het hardste werk volgens mij door Manu Garcia gedaan. Dat is me opgevallen. Ja. En ja, de shotlijst gaan natuurlijk naar Cyriel Dessers natuurlijk. Ja. Maar, en dat is natuurlijk wel, want... Zondag 12 mei 1974 trad NAC in de allerlaatste wedstrijd aan tegen kampioen Feyenoord. NAC zorgde voor een daverende stunt door in de eredivisie te blijven. Wat was de uitslag van NAC tegen Feyenoord? Wel, want ik zag toevallig vandaag iemand iets zeggen op het online medium, wat wij kennen, van de Rad. En daar zei iemand wel van ja, het is wel zo dat, dat al de spelers die het nu een beetje goed doen in de start van dit seizoen, zijn toch allemaal wel de huurlingen van Manchester City. Ja. En dan denk ik toch van ja, als het... Als die alleen het goed doen, dan is die deal kwalijk natuurlijk. Ja. Voor de club, hè? Want hè, Vloed die had gisteren ook weer een bal waar die rare wegschiet, waardoor het dan weer zo'n beetje... had geen lekkere wedstrijd tegen AZ. Geen lekkere wedstrijd, ongelukkig. Van Kok ook ongelukkig. Ja. Nou, Verschuren vind ik dan nog redelijk stabiel. Heb je James Horsfield ook gezien? Ja, die is verschrikkelijk. Die komt tekort. Ja, dat was een beetje zwak, hè? Die komt tekort, denk ik. Zouden er natuurlijk altijd spoorsleden moeten staan. Maar ik snap ook niet waarom als spoorsleden het in het begin, of eigenlijk in de wedstrijd dat hij het heeft moeten laten zien. In de play-offs heeft hij heel degelijk verdedigd. Ja. Ook echt wel heel wat momenten dat we dachten van, nee, dat doet hij slim. Hij speelt hem nog even over de achterlijn of wat dan ook. Dat deed hij heel handig. Ja. En dan op tegen NEC, tegen de club waar ik het laten zien. Ja, klopt. En dan staat Horsfield ineens daar. Ja. Net iets anders, hè. Dus dan net iets, qua snelheid komt hij er net tekort om tegenstanders als AZ bijvoorbeeld, daar kan hij dan geen indruk op maken. Ja, maar ja, goed, ja. Want die linksback, die Angelino, die heeft dat dan weer wel. Ja. Die is snel, die is voetbaltechnisch. Ja. Ja. Die had een paar keer van de beste score van de wedstrijd, tegen Vitesse ook. Ja, maar ik vind het ook heel erg het werk van Alexander Pieper. Hele goede trap ook. Ja. Toch wel een pittige uitstraling, wel een beest is het ook wel. Dus, dat vind ik een leuke voetballer als maar goed, dus, maar ik denk wel dat tijdens dat die spoorsleden misschien weer een kans gaat geven. Ja, dus al op den duur is dat hij terugkomen van zijn blessure, of blessure, hij was heel lang ziek is die geweest. Hij heeft ook wel zijn knie gehad, geloof ik. Griepjes en buikvirus en noem maar op, ik weet wat hij allemaal niet had en ongesteld en alles en ik weet het allemaal niet. Maar ja, zo was vriendin natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Jou zegt die Atlas Lions. Ja, Atlas Lions, dat ken ik zeker. Ik heb daar zelf een aantal jaar geleden heb ik daar een interview mee gehouden. En dat is een bekende site voor mij. Nou is het zo dat... ik heb ook al aardig wat voor... Moment, ik heb trouwens een appje binnen. Oh, we komen elkaar binnenkort wel tegen. Karim El-Ahmadi in de Kuip. Ja, nee, dat zou kunnen inderdaad. Karim El-Ahmadi is inderdaad een hele goede voetballer bij Feyenoord Rotterdam. En, hij is niet voor niks best speler geworden van Nederland, dus het wordt een mooie wedstrijd. Wat zijn nou dan jouw voorbeelden van Marokko, de Marokkaanse spelers? Voorbeelden bij de Marokkaanse selectie, die heb ik niet echt. Je hebt natuurlijk wel hele goede voetballers daar rondlopen. Als je gaat kijken naar jongens die geselecteerd worden vanuit Nederland, zoals Ayoub, Mahi, dat soort jongens. El-Ahmadi natuurlijk, daar heb ik alleen respect voor en dat is mooi. Maar voorbeelden die heb ik niet echt bij de Marokkaanse selectie. Je wilt het toch uiteraard ook zelf doen. Ben je nou, vind je zelf, meer een aanvallende middenvelder of rechtsbuiten? Ik ben meer een aanvallende middenvelder, ja. Sowieso. Ik ben er opgegroeid als aanvallende middenvelder. Ik ben meer een speler die in kleine ruimtes in het centrum zeg maar, gevaar kan stichten en niet vanuit de buitenkanten. Ik moet meer aan de bal komen en aan de buitenkant kom je niet echt heel vaak aan de bal. Zeg maar. Dus ik ben meer een middenvelder. Toekomst ligt nog jaren benak of zeg je nou toch met een knipoog ook naar het buitenland? Ja, als FC Barcelona langskomt dan... Nee, tuurlijk. Kijk, ik zit hier goed bij NAC, dus we spelen nou Eredivisie en dat is alleen maar prachtig. Ik wens jou heel veel succes met je carrière. En ik denk dat ik toch eens een keer naar de Casablanca vlieg. Ja. Nee, het nationale team jou te mogen zien spelen. Ja, ik hoop het. Ik sta er altijd voor. Daar sta je natuurlijk voor op. Dat is een droom. En als dat uitkomt, dan is dat prachtig. Dat is het mooiste wat er is. Dus komt goed. Ja, jullie hebben weer kunnen kijken naar een aflevering van Studio NAC. Laatste update, en dat vind ik geen prettig nieuws om dat te vertellen. Olivier Rommens, Olly, maanden uitgeschakeld door een ernstige knieblessure. En namens de sportredactie van Studio NAC wensen wij jou in ieder geval een spoedig herstel. Nou, nogmaals bedankt voor het kijken. Ik zou zeggen graag tot de volgende keer bij Studio NAC, de parel van het zuiden. Wat mij betreft, de mazzel. Zuiden en een tikkie naar beneden. Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbalt NAC. Laat nu de klok maar luiden. Breda nu. Je weet het meteen.